Tommy is een slimme leerling uit groep 5. Als hij zijn dagtaak af heeft, mag hij achter de computer aan de slag met Ambrasoft. Daar maakt hij eenvoudige rekenopgaven die hij al lang beheerst. Sterker nog, Tommy maakt elke dag dezelfde rekenopgaven, omdat de instellingen van het programma niet goed zijn. Zijn juf, Annika, heeft eigenlijk geen idee wat Tommy precies achter de computer doet. Ze heeft zich nooit zo verdiept in de mogelijkheden van het programma. Educatieve software biedt de mogelijkheid om leerlingen te helpen met een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld werkwoordspelling of breuken of topografie. Er worden 3 verschillende soorten educatieve software onderscheiden, namelijk COO-software, COO-plus software en CBO-software. Deze soorten educatieve software zijn oplopend in mogelijkheden en sluiten aan bij het onderwijs-leerproces dat leerlingen continu doorlopen. In 1998 beschreven Ingrid Veeke en Louis Peters het onderwijs-leerproces in 5 stappen. De leerkracht geeft een instructie en daarna gaat de leerling oefenen. De leerkracht toetst de leerling en registreert het resultaat. En tot slot evalueert de leerkracht het gehele onderwijs-leerproces en bedenkt eventuele verbeterpunten. Als tijdens het registreren blijkt dat de leerling onvoldoende scoort voor de toets of een deel van de toets, dan start de cyclus van planmatig handelen. Hierin onderscheiden Veeke en Peters de volgende stappen. Eerst wordt de onvoldoende gesignaleerd en wordt de fout geanalyseerd. Als het probleem is gediagnosticeerd, zijn er meerdere toetswijzen om het probleem aan te kunnen pakken. De leerling krijgt extra instructie en oefeningen en vervolgens wordt de leerling opnieuw getoetst. En tot slot wordt het nieuwe resultaat opnieuw geregistreerd. Eenvoudige COO-software is in staat om de eerste 3 stappen van dit onderwijs-leerproces aan te bieden, zoals bijvoorbeeld de spelletjes op rekenweb.nl of de apps op een tablet. En hoewel deze software dus waardevolle opdrachten biedt, worden er geen resultaten bewaard. COO-plus-software kan dat wel, zoals bijvoorbeeld Ambrasoft of Woordkasteel. En deze software geeft leerkrachten dus de mogelijkheid om de resultaten achter de schermen te bekijken om te weten hoe de leerlingen scoren en wat ze hebben geleerd. Geavanceerde CBO-software, zoals Veilig Leren Lezen of Rekentuin, is gericht op de hele cyclus en past zich aan het niveau van de leerling aan, zodat deze altijd opdrachten op maat krijgt. Uiteraard zijn ook hier de resultaten door de leerkracht te raadplegen. In 2012 publiceerde Adriana Bus een artikel over effectieve educatieve software. Bus' onderzoek focust op jonge kinderen, maar haar bevindingen zijn toepasbaar op educatieve software van alle leeftijden. Ze destilleert 3 vitale principes waaraan effectieve educatieve software moet voldoen, wil een leerling er ook zonder leerkracht zelfstandig van kunnen leren. Als eerste, interactiviteit. Leerlingen moeten zelf actief aan de slag kunnen. Betekenis geven door ervaren werkt beter dan alleen uitleg krijgen. Als tweede, functionaliteit. Een goede balans van afwisselende activiteiten en multimedia verhoogt de betrokkenheid van leerlingen. En tot slot, de adaptieve prestatiefeedback. Educatieve software kan leerlingen continu aanmoedigen, tips geven of uitleg geven waarom een gegeven antwoord goed of fout is. Consequent feedback geven lukt een computerprogramma vaak beter dan een leerkracht. En dat kan verklaren waarom werken met educatieve software soms beter werkt dan oefenen onder begeleiding van een leerkracht. Het inzetten van educatieve software is zeker geen wondermiddel voor betere leeropbrengst of goede toetsresultaten. Maar het kan het schriftelijk werk van de methode vervangen. En dan komt het er dus niet bij, maar in plaats van. En daarmee is educatieve software een krachtig didactisch hulpmiddel dat leerlingen en leerkrachten kan helpen om het rendement te verhogen. Juf Annika heeft Ambrasoft nu goed ingesteld voor haar klas. En Tommy kan nu oefeningen maken die aansluiten bij de lesstof in de klas en die hem extra uitdaging geven. Bovendien raadpleegt juf Annika regelmatig Tommy's resultaten om zijn voortgang te monitoren en te sturen.